Als je heel succesvol bent, dan krijg je je eigen blad. Zoals Linda, Wendy, Chantal, misschien ooit wel de Romy. Zou je denken, ja? Ja, ik denk het wel. Maar nu is er een blad dat zijn eigen musical krijgt. Tina the Musical. Dit is het verhaal van een tienermeisje die voor het eerst verliefd wordt en niet zo goed weet hoe ze daarmee om moet gaan. Ja, haar vader is druk en haar moeder is overspannen. En haar vriendinnetjes weten eigenlijk ook niet zo goed hoe ze met de liefde om moeten gaan. Maar gelukkig is daar oma die speciaal uit het buitenland komt om Tina te helpen. Voor het eerst op de televisie. Je ziet onder andere Mariska van Kolk, Ridder van Koten en Teun Plantinga. En de cast van Tina, de musical. Ik weet niet wat het is, meid, maar ik weet wel, het voelt vast raar. Je was gisteren nog een meisje en je speelde vorig jaar. Met Lego en met poppen, het lijkt allemaal voorbij. Maar ik moet zeggen, lieve meid, het gaat nu iets te snel voor mij. Ik kan er niet goed over praten, nou ja, misschien dan wel met jou. Want je hebt wel echt gelijk, hoor, het gevoel is vreemd en raar. Er is geen verder gaan. Het is voorbij. Ik hoef jou niet. Ik leef mijn leven en ik laat jou lekker staan. Hey, ik ben Bobby. Nou, mooi is